Als een van de initiatiefnemers van de open brief wil ik alsnog uitdrukkelijk naar voren brengen dat het onderzoek ervan uit zou moeten gaan dat Nederland de soevereiniteit van de Republiek Indonesië erkent vanaf haar ontstaan op 17 augustus 1945. Het onderzoek dient zich mijns inziens uit te gaan van de illegale bezetting van een land 55 maal de grootte van Nederland en een bevolking meer dan 70 miljoen inwoners. De oorlog door het Nederlandse leger tussen begin 1946 en einde 1949 is dan een agressieoorlog om haar vroegere onrechtmatig bezette kolonie te heroveren, terwijl de strijd van Indonesische zijde er één was om de onafhankelijkheid van de republiek te verdedigen. In maart 1942 is de illegale Nederlandse kolonisator in Indonesië verslagen door de Japanse militairen en verloor Indonesië haar Nederlandse koloniale onderdrukker. Ze kreeg een andere fascistische koloniale onderdrukker, Japan, daarvoor in de plaats. Toen deze op 15 augustus 1945 werd verslagen, werd Indonesië een vrije staat en riep ze 2 dagen daarna op 17 augustus 1945 de soevereine staat Republiek Indonesië uit. De verdeel- en heerspolitiek van het Nederlandse koloniale regime heeft bewerkstelligd dat de Indonesische bevolking haar eigen broeders en zusters als vijand gingen beschouwen. De vele genoemde slachtoffers van massaal en grof geweld door al dan niet georganiseerde Indonesische strijdgroepen tijdens de laatste maanden van 1945 waren het gevolg van 350 jaar durende racistische klassensysteem dat zich uitte in de ongelijke behandeling van de Indonesische bevolking. Hierdoor hebben de Indonesiërs een eeuwenlang minderwaardigheidscomplex ontwikkeld tegenover de vermeende morele en raciale superioriteit van de witte kolonisator. Voor Indonesië bestaat de Persia-periode niet. Na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië als een soevereine republiek werd een Indonesische regering ingesteld. Er was geen sprake van machtsvacuüm. De Indonesische regering was het bestuur van het land. Ik ben Francisca Pattipilohi, een levende getuige van de koloniale, Japanse en republikeinse tijd. Het onderzoek hier vanavond besproken gaat niet uit van al die punten die ik zojuist heb benoemd. Dat is waarom Jeffrey Pondag en ik het initiatief namen voor een kritische open brief. Het kolonialisme wordt als een gegeven beschouwd. De illegaliteit van de Nederlandse bezetting, het kernprobleem, wordt niet onderzocht. In het onderzoek wordt voorbijgegaan aan het feit dat alle oorlogen en geweld altijd gevolgen zijn van een oorzaak. In dit geval de illegale koloniale bezetting.